Hoi hoi, nou, daar ben ik weer met een nieuwe tekenoefening. Het is goed weer voor het regent lekker hard buiten. Het is wel zomer, maar slecht weer moment. Ik heb een tekenoefening gemaakt met inktens potloden van Derwent. Ik zal je de doos laten zien die ik heb. Oh, kijk, deze. Een soort aquarelpotloden. Maar veel feller en ja, er zit veel meer pigment in. Dus het vloeit veel makkelijker uit. En ik dacht, ik ga een cactusje tekenen. Ik heb hier een boek, Cactus Encyclopedie. En ik wil deze cactus gaan maken in een leuk potje. Nou, wat heb je nodig? In ieder geval een plankje waar je op kan werken. En dit is aquarelpapier. 300 gram, Schutte ter Schelling, hot pressed. Je hebt een paar penselen nodig, verschillende diktes. Deze zijn gewoon van Action. Een lapje om je penselen af te kunnen doen, een beetje droog te kunnen maken. Een potje met water natuurlijk. En ik heb ook altijd een klein kladvelletje bij de hand, zodat ik even de kleur kan testen. En ik heb hier een Molotov Masking Liquid Pen. Ziet het een puntje aan? Dit is een vrij dikke. Je hebt ook nog één dunnere versie. Als je daarmee tekent hierop, dan hou je op het moment dat je met water en kleurstof eroverheen gaat en je haalt dit spul weer weg, een soort blauwig, gummachtig spul, dan hou je wit over. Dus dat is uitspaarvloeistof, zou ik maar zeggen. Nou, ik heb alvast wat kleuren uitgekozen van de cactus. Drie kleuren groen. En twee paarse voor de bloemetjes en een stukje geel. Ik ga gelijk tekenen met deze pennen. Je kan ook heel licht met potlood schetsen. Kans dat je het een klein beetje ziet, maar dat valt wel mee. En je kan eventueel ook met een aquarelpotlood in dezelfde kleur heel licht schetsen. Maar het kan ook gewoon met deze. Dus ik ga eerst even beginnen met het potje. Het wordt een soort beetje grappig potje op pootjes. Oh ja, dan zal ik nu eerst even aan gaan geven, want ik wilde hier een lijntje uitsparen. Zie, het is een soort blauwachtig gummispul. Deze stiften moet je voor gebruik even goed schudden. Ik denk dat ik de oogjes op, dus ik denk dat ik die ook even uitspaar. Zo, een gezichtpotje. Deze moet je goed schudden, zodat die goed blauw wordt. Want anders dan gaat alsnog de kleurstof tussendoor. Zo. Je hoeft niet helemaal in te kleuren, je kan gewoon een beetje krasserig werken, zoals je ziet. De masking vloeistof, dat droogt aardig. Ik ga er niet overheen tekenen, want dan hou je het weer een beetje weg. En het is zo dat je, stel voor dat ik dadelijk vind dat ik nog niet genoeg kleur heb, dan breng ik gewoon nog een laagje aan van dit. Nou, dan komt nu het lastigste, dat is die cactus. Hij heeft een bepaalde vorm. Ik teken eigenlijk gewoon de buitenvorm eerst. Hij is een beetje bobbelig. En hij loopt natuurlijk een beetje taps toe. En hier ook aan deze kant. Zo, en dan kan ik dus, ik kijk gelijk naar het plaatje, zien dat er hier een soort bloemknopje op zit. Een beetje kelkachtige vorm. Die zit hier ook. En er zit hier ook nog één. En dan pak ik even mijn wat donkere. Dat zeg maar de onderkant hiervan is iets donkerder. En ik ga gelijk even met het roze. Even nog even de lichtste groen voor het kelpje. Zo. En dan hier de
bloemknopje op. En hier zit ook een bloemknopje. En met deze gebruik ik een beetje geel. Belangrijk is straks dat je, zeker omdat je die kleuren zo dicht bij elkaar zet, als je het geel echt wil blijven zien, dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat je kwast iedere keer goed schoon is voordat je verder gaat. Moet ik mezelf ook iedere keer weer toespreken. Hier zit een ding en hier zit een ding. Okay. Nu ga ik even aangeven waar die... hier zit dan... Oh, dan vergeet ik eigenlijk één ding. Jammer. Ik zet ze er toch nog even op, zo. Hier komen straks de stekels uit. Zo. Maar dan moet ik aan de andere kant ook doen natuurlijk nog. Even kijken, die heb ik. Ik zal het heel goed kijken met die cactussen, want voor je het weet zit je in de verkeerde lijn. Zo, hier steekt er één uit. Hier nog één tussen. En aan die buitenkant zitten nog wat stekels. Zo. Verder met de lichtste. Of niet de allerlichtste, een lichtere groen. Even kijken, hieronder is het wat donker. Dit is ook allemaal vrij donker, dus die ga ik alvast even een beetje aanzetten. Tot eigenlijk tot hier aan is het gewoon vrij donker. Hier in het midden zit de verdikking. En naar deze punt toe wordt het wat lichter. Dus die teken ik niet helemaal in. Zo. Het gaat ook voor deze kant. Naar die stekels toe wordt het lichter. Oké. Okay. Hier nog een klein beetje lichtgroen. Hier ook wat lichtgroen. Zo. Hier zit weer zo'n nerf, zeg maar. Zo'n doe ik gelijk even de donkergroene hier aangeven voor het donkerste plekje. Dat kan na de hand ook nog wel, maar het mooiste is als je dat gelijk alvast aan kunt geven. Dan kan je zelf ook beter zien waar je gebleven bent. En zo. En dan hier langs is die nog iets donkerder. En hier dus zitten die stekels op. Ja. Ik denk dat ik nu even ga kwasten. Ik pak even mijn middelste. Lapje erbij. Ik neem het potje. Nee, ik begin niet met het potje. Ik begin bovenin. Kijk, zie je hoe fel die kleur is? Ik droog ook iedere keer tussendoor even mijn kwast af, dat het allemaal niet te nat wordt. Ik maak mijn kwast weer schoon, want ik wil niet dat het één egale kleur krijgt. Het mag een beetje zo, een beetje licht en donker. Het geel een beetje en gelijk weer kwast nat en volgende laag.
En dan gaan we nu verder met de donkere kant. En dan pak ik gelijk even mijn donkere kwast. Dan doe ik het nat in nat eigenlijk. Ik geef hier alvast een beetje meer donker bij die aanzet. Kwastje er weer bij. Een beetje uitvagen. Zo, dat is één kant. En nu ga ik met de andere donkere verder, hier zo in het midden. Schoonmaken. Naar die stekels toe maak ik het gewoon wat lichter. Zodat je straks goed de diepte ziet van waar die stekels, zeg maar uitsteken, daar zit het lichtst. Hier mag nog een beetje donkergroen aan de onderkant. Dan doe ik deze ook even. Steeds goed droog maken. Naar die stekels toe. Zo. Even kijken. Waar zit ik nu? Ja, deze kant licht. En deze kant weer donker. Zo, pak nog even een groen, even een heel klein lijntje zo op het midden van die. Oké, nou de laatste. Heel klein beetje dippen hier, zo. En nu het potje. Ik laat dit ook even drogen hoor, want je kan er ook nog eventueel een laagje overheen zetten. Dus misschien doe ik dat straks nog wel, als die droog is. Nu het potje. Een beetje te nat.
Mooie felle kleuren heeft het. Intens altijd. Het is een vooraanzicht voor mijn gevoel, dus ik maak het midden van het potje wat lichter. Hier en daar zie je nog wel wat potloodstreepjes. Als je dat meer uitsmeert met je kwast, dan gaat dat vanzelf weg. Maar ik vind het ook altijd wel een grappig gezicht. Pootje even droog maken. Zo, ook nog een beetje paars. Ik zal altijd kijken, het is heel moeilijk te zien welke kleur dit is. Vandaar dat ik altijd even een kladje bij de hand heb. Om even te zien of het echt wel paars is. Niet ineens met een donkerbruin bezig ben. Nog even uitsmeren. Zo, ik ga hem nu even rustig aan de lucht laten drogen. Of misschien wel met de... Nee, ik denk dat ik even met de heating toe, want anders duurt het te lang. Ik ben zo weer terug.